Hij is volgens de Financial Times een van de 50 mensen die het afgelopen decennium hebben bepaald. Wat bezielt een man die qua succes en geld al alles bereikt lijkt te hebben? Een wereldberoemde mediaman geworden. John de Mol. Maar wat vindt hij van Big Brother dan? Ja, en de coaches zingen zelf ook mee. En toch het talent hier. Ja, precies. Ja. Hoeveel uur in de week zou hij echt werken? Ja, heeft hij al een sociaal leven? Waar is John eigenlijk ooit begonnen? Hij was toen niet gelijk zijn eigen baas. Hij is vast en zeker ook onderaan gestart. Was het niet bij de Tros? Hij is toch klein begonnen met zijn eerste eigen bedrijfje. Was dat niet John de Mol Producties? Hoe zou dat eruit hebben gezien? Welke programma's heeft hij daar eigenlijk mee gemaakt? Nee, Ingrid, het is jouw fout geweest. Jij hebt de verkeerde hoeveelheid toegediend. Jij gaat het nu ook de familie vertellen. Ik ontkom er niet aan om de chef het nu te gaan inlichten. Ja, hier is het laatste woord nog niet over gesproken. Big Brother, hoe kom je erop? In één klap een nieuw televisiegenre. Briljant. Maar je moet toch wel gek zijn om daar aan mee te doen? Wie gaat hij doen? Hoe betrokken zou hij zijn bij zijn programma's? Zou hij echt over elk detail mee beslissen? John, we moeten nou weer gaan oefenen. Ik heb al die namen al 10 keer gedaan. Mooie rondborstige dame, ideale schoondochter. Oh, het is echt een woord voor jou, John. Machtserotisatie, M. Goed, heel klein mannetje, John, heel klein ventje. Ongelooflijk muzikaal, misschien in de toekomst nog wel iets mee te doen op televisie. A-C-H-T-E. Geen idee, John. Wat is dit voor een oude bagger? Rita Corita? R-O-T-I-S-A-T-I-E.